Wat bedoel ik nou met die negatieve emoties waar ik het eerder over had? Nou, deze drie, die noemen we in boeddhisme ook wel de innerlijke smetten, of wat we ook in, de oude Indiaanse taal noemen, de kilesa. In Sanskriet heten ze de klesha's. Dat is bijna hetzelfde woord. Kilesa is begeerte, haat en verwarring. Dat zijn de drie dingen die eigenlijk met name lijden veroorzaken in ons leven. Dus we hebben nog wel eens als mens de neiging om buiten ons de oorzaken van geluk en lijden te zoeken. Als we alleen maar dat nieuwe huis hebben, dan zijn we gelukkig en tevreden. Kan de kleine ook een beetje rondrennen. Zijn we een beetje tevreden, zijn we een beetje gelukkig. Als we maar een tweede auto hebben, dan hebben we voortaan geen ruzie met elkaar. Dan is ons leven vast veel beter. Als we maar een tweede douche hebben, dan is alles veel beter. Ja, die voorbeelden zijn misschien een beetje alledaags. Dus we hebben nog eens de neiging om geluk buiten ons te zoeken. Maar ook lijden, denken we vaak, komt door dingen buiten ons. En dat kan zich natuurlijk ook wat gevaarlijker vertalen als een gevoel, als een volksgeest, dat we soms een hekel gaan krijgen aan onze buren, aan een ander land of aan een ander volk. En dat is allemaal de problemen die ontstaan wanneer we dus in onszelf niet weten wat de oorzaak is van lijden. En daarom is het belangrijk uitgangspunt van boeddhistische meditatie is dus ook dat we ervan uitgaan dat de oorzaak van lijden in onszelf gevonden kan worden. Als je een beetje technisch wil gaan worden, dan is dat onderdeel van de vier edele waarheden. Er is lijden, maar aan de andere kant is het dus ook de opheffing van lijden of de mogelijkheid om dat lijden op te heffen. Want de oorzaak van het lijden in ieder mens komt door begeerte, we verlangen naar dingen die we niet werkelijk nodig hebben. Haat, we willen iets uit de weg hebben, iemand of een situatie. En verwarring, we zien de dingen niet werkelijk zoals ze zijn. We kijken met een gekleurde bril naar de wereld. En die zijn dan de dingen waar je dan mee omgaat. Wanneer je mediteert, dan ben je eigenlijk deze drie aan het ben je iets aan het doen, aan deze drie. Want deze drie, een beetje cartooneske figuren, deze drie zijn afhankelijk van het feit dat onze aandacht voortdurend naar buiten gaat. Als we niet met onze aandacht voortdurend naar buiten gaan en heen en weer springen van het ene naar het andere onderwerp, dan kunnen begeerte, haat en verwarring niet ontstaan. Ze ontstaan alleen, ze groeien alleen op basis van het feit dat we afgeleid zijn. Als we niet zijn afgeleid en we blijven met onze aandacht op één punt, dan worden deze drie steeds minder sterk. Daarom is een meditatie dus het uitgangspunt dat we onze geest kunnen oefenen en dat we daardoor ook een beter mens worden.